Ik heb een fascinatie voor emoties. Ik vind emoties heel, heel erg bijzonder. Bijzonder aan emoties vind ik bijvoorbeeld dat emoties ervoor kunnen zorgen dat mensen hele grote successen behalen in hun leven. En ook heel mooi vind ik het om te zien, als je wel eens bij een voetbalwedstrijd bent geweest, hoe intens blij supporters kunnen zijn als er gescoord wordt. Die intense blijdschap die door merg en been gaat. Ik zie ook dat emoties soms enorm lastig kunnen zijn. Emoties kunnen ervoor zorgen dat mensen vast komen te zitten in het leven, dat ze niet meer verder willen of kunnen. Emoties kunnen ervoor zorgen dat relaties uitgaan en dat mensen eigenlijk niet meer zo goed weten wat ze met zichzelf aan moeten. In mijn werk als psycholoog coach ik mensen naar een situatie waarin ze leren omgaan met die emoties en waarin ze eigenlijk weer grip krijgen op het leven. En ik vind persoonlijk dat het mooiste werk wat er bestaat. Mijn huisgenoot Hugo, tevens een goede vriend, die zegt wel eens tegen mij: Kim, leuk wat je allemaal doet op je werk en zo, maar dat kan ik natuurlijk ook. Iedereen kan psycholoog zijn, zegt hij dan. Het enige wat jij hoeft te doen is er voor mensen te zijn. En je moet naar ze luisteren en je moet een beetje contact met ze maken. En weet je, eigenlijk denk ik dat hij gelijk heeft. Eigenlijk denk ik dat we allemaal in staat zijn om in die betekenis van het woord psycholoog, psycholoog te zijn. Dat we allemaal contact kunnen maken, dat we allemaal voor elkaar kunnen zijn en dat we allemaal kunnen luisteren. Maar helaas blijkt uit onderzoek dat we dat niet allemaal doen. Wanneer de mensen in onze omgeving angstig zijn of boos zijn of verdrietig zijn of heel erg gestrest zijn, dan slaan we dicht en weten we heel vaak niet goed hoe we daarmee om moeten gaan. En dat is al helemaal zo wanneer deze mensen ook nog eens echt psychische klachten hebben en daardoor uit balans raken en een diagnose krijgen. Wanneer deze mensen ook nog een diagnose dragen als borderline persoonlijkheidsstoornis of psychotische stoornis of depressieve stoornis, houden we er ook nog eens allerlei vooroordelen op na en sluiten we deze mensen massaal buiten. En eigenlijk ben ik daar heel verbaasd over waarom dat gebeurt. Want hoe kan het nou zo zijn dat van de 7 miljard mensen die op deze aarde wonen, dat we eigenlijk bijna allemaal wel weten hoe het is om boos te zijn, om bang te zijn, om verdrietig te zijn, maar dat we er niet mee kunnen omgaan wanneer de ander dat heeft. Dat verbaast mij. We kennen waarschijnlijk allemaal de eerste keer dat we bijvoorbeeld paniek ervaarden. Dat je toen je heel klein was misschien net iets langer mocht opblijven thuis bij je ouders en dan een stukje zag van een net iets te spannende film. En dat je daarna boven in je bedje lag met je dekens over je hoofd en dat je bedacht, misschien zit er wel een monster onder mijn bed. Bijna iedereen heeft wel eens zo'n gedachte en zo'n paniekgevoel gehad. Maar waarschijnlijk ook recenter. Misschien hebben jullie deze maand of deze week zelfs wel frustratie gevoeld naar je baas, omdat een opdracht niet was goedgekeurd. Of misschien heb je verdriet gevoeld omdat je iemand mist die er niet meer is. Of misschien zelfs achterdocht, omdat je het idee hebt dat de buurman expres zijn auto bij jou voor de deur parkeert om je te jennen. Eigenlijk weten we allemaal wel hoe het is om emoties te ervaren en hoe het is om psychisch uit balans te zijn. Maar wanneer onze collega met een burn-out thuis zit, of wanneer onze neef is opgenomen met een paniekstoornis bij een instelling, kunnen we daar over het algemeen heel erg moeilijk mee omgaan. En ik kwam daarachter dat we elkaar dus buitensluiten en dat we daar moeilijk mee kunnen omgaan tijdens mijn werkzaamheden bij de GGZ. En GGZ staat voor geestelijke gezondheidszorg. En ik werkte daar op een psychoseafdeling. En dat is een afdeling voor mensen die een psychose hebben meegemaakt. En tijdens een psychose kunnen mensen gedachten krijgen als bijvoorbeeld, ik heb het idee dat mensen in een complot tegen mij samenspannen, bijvoorbeeld. En soms dan horen ze ook dingen, zoals stemmen, en soms zien ze ook dingen. En daarnaast hebben ze dus ook vaak last van die emoties. Nou, en ik gaf daar een training aan een groep jongeren die voor de eerste keer zo'n psychose had meegemaakt. En al die psychotische klachten, die waren op dat moment weg.
Ze waren eigenlijk hersteld en ze voelden zich geestelijk gezond. He? Dus ik zei van nou, wij, onze taak als GGZ zit er eigenlijk op. He? Stel dat we deze training nou alsnog nuttig voor jullie kunnen maken. Wat zouden jullie willen leren zodat je tevreden naar huis gaat? En een van de jongeren zei van nou, Kim, eigenlijk wil ik wel leren hoe ik straks weer vrienden kan krijgen. Want hoe gaan mensen mij nog accepteren als ik een psychose heb gehad? En sommige van mijn klasgenoten die weten dat ik hier zit bij de GGZ. Hoe kan ik er nou voor zorgen dat ik alsnog vrienden krijg? En iemand anders die vroeg, Kim, het lijkt mij eigenlijk wel leuk om een relatie te krijgen. Hè, misschien wil ik wel trouwen later of kinderen. En hoe vertel ik nou over wat ik heb meegemaakt? Want hoe gaan ze mij accepteren als ik een psychose heb gehad? En een vriendinnetje van mij op school die is bang voor mij omdat ik dat heb gehad. Omdat ze denkt dat ik haar ga doodschieten. En iemand anders zei van, nou, ik wil wel leren hoe ik straks moet solliciteren. Want misschien wil ik wel weer aan het werk. Maar een werkgever gaat mij niet aannemen als ik bij de GGZ ben geweest. Omdat ik psychisch uit balans ben geweest. En ik schrok daarvan. Als GGZ kunnen wij nog zo hard ons best doen om mensen geestelijk gezond te maken. Maar uiteindelijk willen mensen gewoon meedoen met de rest, met ons. Met de rest van de samenleving. Dus ik dacht, we moeten daar wat tegen doen. We moeten eigenlijk wat doen tegen die hardnekkige buitensluiting van mensen met psychische problemen. En ik ging eens kijken op internet en ik vond daar een aantal mooie projecten die in Nederland die buitensluiting tegen gingen. Maar ik vond vooral dat er in het buitenland nog veel grotere en projecten liepen en dat ze meer ervaring hadden met dat onderwerp. En ik hou heel erg van reizen. Dus ik dacht, ik ga daar gewoon langs. Ik ga gewoon kijken wat zij zoal doen om die buitensluiting tegen te gaan. En ik probeer daarvan te leren en ik neem het weer mee naar Nederland. Dus ik kocht een grote grijze koffer. En ik boekte een ticket naar Ottawa, naar Londen, New York, Chicago, San Francisco, Los Angeles, Auckland in Nieuw-Zeeland, Canberra en Melbourne in Australië en naar Tokio. En ik ging daarheen. En ik vroeg aan professoren, ervaringsdeskundigen, projectleiders van projecten die daar gingen over die buitensluiting, vroeg ik aan al die mensen, wat moeten wij nou doen om die buitensluiting tegen te gaan? En hoe moeten we dat aanpakken? Wat kunnen jullie van jullie leren? En ik had heel veel interviews. Ik heb meer dan 40 interviews ook op kunnen nemen. En ik kreeg heel veel leuke ideeën, maar één ding kwam steeds heel duidelijk terug naar voren. Eén hele belangrijke les. En die les was, zorg ervoor dat mensen zich met elkaar verbonden gaan voelen. Wanneer wij beseffen dat de paniek die jouw collega ervaart met de politiestoornis, dat dezelfde paniek is die jij voelde toen je klein was en jij in je bedje ligt en dacht dat een monster onder je bed lag. Wanneer we dat beseffen en we ons daarin verbonden voelen, dan gaat die buitensluiting eigenlijk als vanzelf oplossen. En ik stelde aan het begin van deze talk de vraag, hoe kan het nou zo zijn dat van de 7 miljard mensen op deze aarde, dat we allemaal weten hoe het is om emoties te ervaren en om psychisch uit balans te zijn, maar dat we er niet mee kunnen omgaan wanneer de ander dat heeft. Het antwoord op die vraag kreeg ik van Antonio. En Antonio is een jongen die heel succesvol spreker is in San Francisco. En hij vertelde mij het antwoord op die vraag. En hij gaf mij gelijk ook handreikingen om daarmee aan de slag te gaan. Dus ik laat straks een stukje van hem zien. En eerst legt hij uit wat we er tegen moeten doen, tegen die buitensluiting. En daarna legt hij uit hoe het komt dat we elkaar buitensluiten. En Antonio heeft de diagnose paranoïde schizofrenie. En hij vertelt in zijn werk vertelt hij over zijn ervaringen met wat hij heeft. I say dialogue and building relationships. You gotta build relationships. Because let me tell you something. It's like this. It's like us and them. Us and them. You know, the clinicians and clients. You know what I'm saying? It's like us and them. So when you start saying us and them, it's always going to be division. You got to say us. We're in here together. It's us. It's us. Because I'm going to tell you right now, people that have not got diagnosed,
They do this. They manage their mental health. They do like yoga. They ride a bike. They read a book. You know, they play video games. You know what I'm saying? They bungee jump. You know what I'm saying? They travel. They do all kind of stuff. It's just that I had an incident in my life where I had an episode. But I was managing my mental health. But I guess I wasn't on my job because I got diagnosed. But people that ain't diagnosed, you're just good because you're on your job. You might be a runner. You know what I'm saying? You might do martial arts. You're managing mental health. You don't even know it. Dat je het even weet. Oké, dus samengevat, we moeten eigenlijk echt af van het onderscheid tussen wij en zij. En misschien dat we ook, zoals Hugo, mijn huisgenoot en goede vriend, zei, toch van ons talent gebruik moeten maken, dat we eigenlijk allemaal een beetje psycholoog zijn. En wie weet hoe het er dan uit gaat zien. Uiteraard hoeven we niet allemaal de hele wereld rond te reizen. Maar persoonlijk erken ik dat we allemaal wel eens psychisch uit balans zijn. Ik kijk daar niet van op en ik kijk daar niet op neer. We zijn allemaal mensen en dat verbindt ons. Iedereen heeft een talent en ik zorg dat ik daar oog voor houd. Dank jullie wel.